Bij een steekpartij in de Eindhovense wijk De Bennekel is een man gewond geraakt. Er ontstond dinsdagavond laat een conflict tussen de man en zijn ex-vrouw. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Bij het steekincident liep de man verwondingen op aan zijn pols en been. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. Een ex-vrouw is gearresteerd. Ook was er een klein kind in het huis aanwezig. Het kind is opgevangen door jeugdzorg. De politie is nog bezig met een onderzoek.